Goedemorgen Dennis. Hallo. Hallo, ben je al wakker? Goedemorgen, nee. Oh, nou ja, je ziet er wel een beetje moe uit, maar je hebt al gelachen. En dat zie ik niet zo heel veel zo'n ochtends vroeg als we elkaar uh, af en toe zien, dus uh, het is al wat. Voor de luisteraars, we nemen hem een keer ochtends op. Jullie krijgen hem wel pas vanavond uh, rond 10 uur gewoon uh, live. heeft alles te maken met uh, onder andere de Nintendo Direct die vanavond is... Uh, en de daaropvolgende beelden. Dus uh, voor ons was het makkelijker om even overdag op te nemen. Super en, makkelijk. Ja, <laughs> makkelijk. Kuch. Ik zei niet dat het heel makkelijk was. Heb je, heb je daar verwachtingen van, Dennis? De direct. Ja. Ja, ja. zeker. <laughs> nou, Pokémon gerelateerd, laat ik daarbij beginnen? Want het is toch uh, een Pokémon-podcast. Nou, eigenlijk uh, verwacht ik helemaal niks van Pokémon. Omdat uh, Pokémon natuurlijk zijn eigen uh, presentaties krijgt tegenwoordig. Uh, verwacht ik die eigenlijk helemaal niet in de direct? Ja, ik bedoel, wie weet, maar. Wat, wat ik verwacht is dat ze even noemen dat er nieuwe Pokémon games komen. En mm. that's it. Ja, precies, ja. ja. Ze hebben natuurlijk ook altijd zo'n reel met um, meerdere, ja, meerdere spellen die eraan komen. En ja, misschien laten ze dan eventjes dezelfde beelden zien van Arceus en van Diamond and Pearl. Um, ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Ja, dat ja denk voor ik de rest en, uh, ja, verwacht ik veel. Nou ja, ik, ik verwacht niks en ik hoop veel. Ja, dat is. Ik heb ook geleerd om niet meer te verwachten en inderdaad alleen nog maar te hopen. Ja. Um, het is natuurlijk het jaar van Zelda. Nou, dat is echt mijn favoriete franchise ever. Dus daar hoop ik toch iets van te kunnen zien. Al is het maar dat ze een, een, uh, een aantal oude versies naar de Switch toe brengen voor bijvoorbeeld de uh, Nintendo Switch Online. Um, en Donkey Kong bestaat 40 jaar dit jaar. En daar heb ik toch ook wel hoop dat ze daar iets mee gaan doen. Ja, nou ja, er is natuurlijk een gerucht dat er misschien een nieuwe 3D Donkey Kong aankomt. Dus ja. dat, dat vind ik superleuk. Um, ja. Dat zou ik leuk vinden. Uh, als Mario Strikers eindelijk wordt aangekondigd, zou ik er helemaal super blij mee zijn. Mario Voetbal, voor de mensen die het niet kennen. Ja. Um, uh, of een uh, nieuwe Excite-truck. Of als ze uh, Excite-bots naar de uh, Switch-poorten, zou ik het ook helemaal fantastisch vinden. Of uh, eventueel een nieuwe Rhythm Heaven. Of iets van Pikmin 4. Dus uh, dat zijn allemaal hoop dingetjes. En die van Donkey Kong, die kans is wat groter. Ja, ja het is wel. Um, hoe heet dit? Uh, en dan houden we erover op. Want tegen de tijd dat mensen het luisteren, is, wel, is die al geweest natuurlijk. Ja, is en, het... en daarbij, het is natuurlijk ook een Pokémon podcast. Dus. Nee, ja, maar het is ook Nintendo. <laughs> dus ik vind, er is genoeg relevantie om het wel even te doen. En het is de ja. reden waarom we hem nu opnemen. Ja. Yeah, um, Nintendo is wel enorm aan het hypen, hè. Ik weet dat in Amerika hebben ze allemaal een pakketje gehad van uh, Break This Clause in Case of uh, Excitement, geloof ik. Oh, uh, echt? Ja, met uh, de Confetti-kanonen erin en Krampig. dat soort dingen. Dus uh, ja, en ik, ik heb even met de Nintendo-vertegenwoordiger uh, van hier gesproken. Die wist nog niks, zei hij, maar kwam wel op mij toch enthousiast over. Dus laten we hopen <laughs> dat hij uh, wel iets wist en dat hij, uh, hoe heet het, uh, uh, het gewoon niet mocht zeggen. Maar goed. Oh. Wij als playable characters in Smash Bros. Ja, dat zou ik betekenen. Uh, ja, de kans is ook best wel groot, natuurlijk. Wij zijn wel beroemd ook. Ja. ja. <laughs> <laughs> um, dan geen Spotlight Hour natuurlijk, want uh, ja, dat is dus nog niet. Uh, die ga ik ook niet spelen, want die is tijdens de direct. Ja, de meest interessante Spotlight Hour. Ja, ik weet het. Ja. Slowpoke. Ja. Ik heb ja. zelf nog nul sh uh, Slowpoke Shinies. Um, nee, daar kom ik straks op terug. Op oh. het moment van de week. Ah. Oké. Okay. Maar, ja. uh, maar nee, ja. Dus ik vind het zelf wel bijzonder jammer. Er is geloof ik wel dubbel transfer, candy. Ja, ja dus ja. daar ga ik wel gebruik van maken. Je hebt natuurlijk ook nog twintig minuten na de direct om, uh, om te transferen. Dus uh, ik heb in de afgelopen week gewoon niks weggegooid. En gooi vanavond alles weg. Ja. En, uh, ook melden en dat soort dingen. Dus. Uh... Ja, precies. Ja, ik heb, ik heb nog heel veel Gibbel bewaard en ik heb uh, een, een aantal Shieldon die ik ook altijd bewaar voor uh, dit soort momenten. Dus... Ja, precies. Ja, ja. oké. Okay. Cool, cool, cool. Nou ja, uh, nou. leuke Spotlight Tower. Helaas hebben we er niet heel veel aan. Nee, plusje aan, aan. en aan Daarover gesproken, dat, en dan uh, gaan we echt door naar het nieuws. Um, mijn plus, weet je nog dat ik zei dat ik een nieuwe plus had besteld? Mm -hmm. Dat blijkt zo'n AliExpress ding te zijn. Oh nee, ja, dus dit is uh, autocatch en dat soort dingen. Uh, dus ik ga hem wel terugsturen, want dan heb ik liever een Gotcha. Want dit ding ja. trilt niet, dus ik weet niet eens als hij ermee gestopt is. Uh, en, oh en my plus, god. Plus lijkt inderdaad echt nergens uh, te verkrijgen, Alhoewel, ik, uh, en echt meer ga ik niet spoilen, maar ik heb er wel twee shinies mee gevangen al in de afgelopen week. Dus uh, ja, is die, uh, trekt hij het dan aan? Ja, nee. ja, Technisch gezien kan het natuurlijk niet, maar je weet het nee, niet. Nee, dus, natuurlijk uh, niet. Ik vond hem wel opgelicht trouwens. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het, het is, uh, dat is echt wel een probleem aan het worden, hoor. Dat je iets koopt waarvan je denkt van, oh, het is dit. En dan blijkt het gewoon via dropshipping van AliExpress te komen ja. en hierdoor verkocht te worden. Ja, dat is gewoon bijzonder jammer. Ja, het was geen dropshipping, want uh, hij ja. was er echt in een dag. Uh, dus, uh, hoe weet nou, ik... Uh... Okay. Dus ze, ze hebben hem gewoon ingekocht, maar verkopen ja. hem als een originele plus. En dat is het gewoon niet. Het is nog steeds oplichting, inderdaad. Het is absoluut nog steeds oplichting. En misschien niet nee. eens bewust, want ik kan me voorstellen dat de verkoper gewoon onwetend is en denkt: hé, hey, dat is makkelijk. Vroeger waren die 40 euro, nu ja. uh, 15 euro. Ik weet het me wel. Af. Ja, <laughs> ja, het zal <is> wel. Ik <laughs> bedoel, wie weet er nou niet dat dingen bij AliExpress gewoon over het algemeen nep zijn? Nee, dat is zeker <laughs> waar. Dat is zeker waar. Oké, okay, nou door naar het nieuws dan. Uh, vorige week hadden we. Uh, en er is toch stiekem best wel veel nieuws, dus daar gaan we snel even uh, doorheen. Vorige week hadden we de uh, Pikachu Rockstar nog tijdens de podcast, dus die kunnen we mooi uh, overslaan. Uh, was er was natuurlijk ook nog heel veel nieuws rondom. Wilde je er iets over zeggen? Sorry, Pikachu oh, Rockstar? Nee toch? Nee, hè? nee. Ja, fantastic. Ja. Oké, okay, nee, mooi. En uh, ik denk dat het eerste nieuwtje was vorige week. Uh, Daar heb ik namelijk genoemd. Speciaal voor Dennis en alle andere liefhebbers. Grote afbeeldingen van de stickers. Ik denk ik doe het uh, zo hebben. Dat was ook de titel van het artikel. Ik weet niet of je het gezien had. Ik had het niet gezien. Nee, no. ik was uh, waarschijnlijk zo onder de indruk dat ik de titel niet eens had gelezen. Die plaatjes. Hè. Het gaat allemaal ja. om de plaatjes. Allemaal om de plaatjes. Dus er waren stickers. Dan, uh, dan weet jullie het Ja. Mina. Nou, mijn week uh, kan je niet meer stuk. Gelukkig. Zo, uh, deze ochtend, um, ja, word ik daar toch wel extreem vrolijk van. Uh, ja, dat snap ik. De nou, mijn ochtendhumeur. Oh, fijn, gelukkig. Het echte nieuws was er pas donderdag. Donderdag werd uh, bekend dat spelers dubbele starters krijgen aan het einde van Go! Battle League seizoen 8. Um, en hij was natuurlijk Vindt al verhoogd. Dat is wel want, leuk. Ja, want <laughs> uh, volgens mij krijg je normaal gesproken, ja, Tennis wist het niet meer zeker, maar ik dacht dat je 100.000 uh, krijgt als je rang 24 bent geworden. Dat wordt dus 200.000 en dat is dus met Starpies 300.000. Ik weet dat je op rang 11 kreeg je 10.000 afgelopen seizoen, dus dat was niet zoveel. Wauw. Ja, dat, <laughs> daar, dat is het dan niet waard, maar dat was een beetje een, een gok. Het was niet helemaal duidelijk. Hè? Voor het seizoen daarvoor kreeg je wel 100.000 vanaf rang 10. Dus... Uh, Oké, okay, ja, nee, volgens mij inderdaad is het wel 100.000 hoor. Dus uh, ja, ja ik, ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat ik wederom Legend haal natuurlijk. Ja, uh, ook. Want dan kan ik flink cashen. Ja, lekker. Ja. Dan was er een artikel van ons, een beetje een algemeen artikeltje. Hè? Dat heb ik ook al eerder gezegd. Nou, het is nog minder dan een maand tot Pokémon Go. Uh, vijf jaar bestaat. De, de, de podcast die gemaakt wordt net nadat Pokémon GO vijf jaar bestaat, gaan we dus ook daar wat, nog wat extra aandacht aan besteden. Maar ik heb ook alvast gevraagd: van welke oude functie uh, missen jullie nou? Ja, uh, niet geheel verrassend. roept iedereen 100 muntjes. Hm. Bij iedereen roept 100 muntjes. Ja, dat, dat had ik natuurlijk ook niet anders verwacht. Uh, wat mensen zich niet realiseren, is dat het krijgen van 100 muntjes vroeger echt werk was. Ja, dus... zeker. De actieve spelers die konden het makkelijk krijgen. Maar de niet-actieve spelers die, uh, die hadden er echt moeite mee. Alhoewel, ik denk dat het nu, dat gyms minder vaak worden overgenomen, toch minder uh, moeilijk is. Uh, maar... Ja, maar mensen gaan dan wel weer meer hun best doen om een gym Precies. over te nemen. Er is momenteel gewoon weinig uh, incentive, weinig uh, reden om een, uh, om een gym over te nemen. Ja, um, ja je hoeft er achter een half uur in te staan. En dan heb je uh, heb je vijftig muntjes. Hoef maar in één gym. En met het oude gymsysteem wilde je in zoveel mogelijk gyms. Want elke gym was 10 muntjes. Ja, en dan maximaal 10 gyms. Dus je wilde ja. er een paar meer voor de reserve. Voor als ja. je er ergens uit werd gegooid. Ja. Kom wel iedere 23 uur geloof ik. Ja, zoiets dacht ik, ja. Het was, een, het was net iets sneller. Ja, ja het was, uh, <laughs> was een beetje raar altijd. Want dan elke, elke dag was je een uur eerder uh, om hem uh, aan te klikken. Ja, en dan hoopte je een keer wakker werd of zo. <laughs> Bijvoorbeeld, ja, snel muntjes claimen. Nou, Meloetta wisten we natuurlijk al wel dat hij naar GoFest zou komen. Uh, oh. Maar daar verscheen uh, nog een teaser van afgelopen week. En gisteren werd hij ook echt bevestigd. Ja, verrassend hoor. Ik ja, wil trouwens zo meteen nog even terugkomen op iets. Maar, uh, ja. Oh, dat is prima. Uh, na, na dit nieuwtje? Of ja, na dit, na dit nieuwtje. Na dit nieuwtje maar Meloetta dus, uh, of er dan meerdere versies komen. Hè, want er zijn twee vormen. Dat is nog niet helemaal bekend. Op zowel het nieuwe laadscherm als op uh, de poster. Uh, die Niantic heeft gebruikt. Als op de teaser volgens mij ook staat. Alleen maar de... Uh, niet de pirouette versie, maar die andere. Uh, de Aria-vorm. St Standaard versie. Ja, Aria-vorm heet die volgens mij. <laughs> Oké, okay, het ja, zou kunnen. Ja. Maar die, maar die, die waren wel al gedatamined, waren ze wel allebei toch? Ja, precies. Ja. Dus, dus het zou wel goed kunnen dat ze allebei komen. Het kan ook zijn dat ik nee, gewoon erin stopt en het niet gebruikt. Mm -hmm. uh, en de dataminers en dus ons een beetje met de tuin wil leiden. Ja, dat blijft altijd even de vraag. Ja. Afbeeldingstechnisch is er nog niks voor de pirouette-vorm. Dus. Hmm. Nee, precies. Het kan natuurlijk een gigantische verrassing zijn. Ja, <laughs> precies. Jij wilde nog iets zeggen? Ja, ik wil nog even terugkomen op die, uh, die verdubbeling van Stardust. Oh, uh, ja. van, van de Battle League. Want dat was, had natuurlijk een reden dat ze ja. dat hebben gedaan. Ja. Want uh, ze hadden um, ongezegd de uh, rewards van de Stardust in de Go Battle League uh, door de helft ge geslagen. Dus als je eerst nog uh, 1600 dust kreeg aan het einde van een set bij een bepaalde rang, kreeg je nu nog maar 800 dust. Um, dus ja, het, het was, dat is best wel idioot. Want ze hadden aangekondigd: ja, bonus stars hier, bonus stars daar, drie keer op een Go Battle Night, twee keer in bepaalde weken. Maar vervolgens hebben ze, zonder dat te zeggen, de dust in de, door de helft heen uh, ge, gehakt. Ja. Um, ja, dat was, was ook gewoon was geen goede move. Nee. Uh, er waren best wel veel, uh, veel PvP-Youtubers die daar ook over vielen en terecht. Gelukkig hebben ze het toen ook. Uh, toen het bekend werd, want in eerste instantie had niemand het door. Uh, maar toen het bekend werd, uh, uh, zijn daar ook filmpjes over gemaakt en zo. En toen het nee heb ik, nee, en ik heb het weer heel snel uh, teruggedraaid. En hebben ze gezegd: Ja, nee, hoe dat jullie krijgen aan het eind uh, dubbele dust Ja. ja. Het, het is ook gewoon heel dom om dat te doen. Um, Go Battle League is waar je in principe, als in het speelt dus, uh, heb je daar het meeste starters voor nodig van wat dan ook. Ja. Um, voor raids heb je natuurlijk in eerste instantie heel veel dus nodig. Maar als je daar goede teams voor hebt, hè, hoef je niks meer te poweren. Um, je hebt nu een Garchomp, die is heel goed in raids. Maar als je die niet zou hebben, dan zou je waarschijnlijk de raids nog steeds redden. Dus het is niet zo dat je die moet poweren. Terwijl voor de Go Battle League, als je een, een beter team wil hebben of dingen wil uitproberen, dan moet je wel. Ja, uh, een dubbele aanval. Ja, ook dat inderdaad. Ja, die heb je voor raids meestal ook niet nodig. Uh, en uh, bij, uh, nee, ja, ja, bij PvP wel. Sterker nog, ik, ik kan me echt een, een enkel geval, en dat zou zijn op het moment dat je po uh, Pokémon bijvoorbeeld... Uh, ja, dat YouTube is bijna feint. Uh, nou ja, dubbele aanval, ja daar, nee ik bedoel vooral als er een aanval op zit die alleen maar met een elite m te leren is, dan wil je die niet kwijt, maar bijvoorbeeld een oh, YouTube jij. met uh, een ijsaanval is ook nog wel nuttig uh, ja. in, in veel gevallen, dus, dus zo zou je, of strike en Shadowball, weet je wel, dat soort mm -hmm. dingen. Dus, dus dan zou een dubbele aanval nog enigszins te verantwoorden zijn. Maar in, in ja. alleen maar bij die Elite DM aanvallen. Verder is het nooit een reden om, uh, om twee aanvallen te geven. Ja, als hij bijna feint. Ja, laatste... precies. Als hij bijna feint kan je bijvoorbeeld met dan misschien nog wel een crunch doen, maar geen uh, Stone Edge. Dus, ja, maar uh, ik kan me niet herinneren iets. dat ik, dat ik... Uh, zo uh, uh, krap een raid heb gered, of niet? Nee, ja, ik ook niet. Maar ik bedoel, het kan een reden zijn voor twee ja. aanvallen. Uh, oh. Maar ja, goed. Bij PvP inderdaad, wil je sowieso twee, twee moves um, op een enkele Pokémon-name bij het echt niet nodig is. Uh, dus ja, het is um, raar dat ze dan daar juist de Stardust gaan verminderen. Ja, uh, dus ja, maar uh, gelukkig hebben ze dat nu teruggedraaid en terecht. Ja, mooi. PVP komen we zo meteen zeker nog wel even op, uh, op terug. Mm -hmm. Dan de nieuwe community day data zijn bekend. En dan moet ik even uit mijn hoofd weet ik ze niet. In ieder geval 3 juli en oh, 15 augustus. 3 juli heb ik allerlei afspraken staan. Uh, ik verwacht ook eigenlijk een niet interessante Pokémon. Dus daar zit ik nu nog harder op te hopen. Nee. 21 juni uit mijn hoofd komt daar nieuws over? Ja, 21 juni. Dus dat hm. is uh, okay. komende maandag. Gaat de ik nou, ja, dat aankondigen? Uh, dat is weer iets nieuws. Hè? Ze kondigen nu aan wanneer ze een aankondiging gaan doen. Want ik las ook gisteren ja. dat ze <laughs> 16 juni, dat is morgen, gaan aankondigen. Wat we van het Solstice-event kunnen gaan verwachten. Dus, uh. Ja, bijzonder inderdaad. Maar goed, uh, nou, het is wel fijn om, ik... om de hype uh, omhoog te, te halen, denk ik. Ik denk het. het. Het is voor mij wel fijn, want dan weet ik in ieder geval dat ik. Uh, wij gaan op woensdag altijd naar vrienden. En als dan om uh, half acht het nieuwste nog niet is, stop ik die, uh, rugzak, of die laptop in mijn rugzak en die neem ik in ieder geval mee. Want, uh, ja, logisch. Mijn, op mijn laptop is het vijf minuutjes werk en op uh, mijn telefoon ben ik er vaak een kwartier mee aan het uh, rotzooien. Ja, precies. Ja, en we, we, wat denk jij? Uh, welke welke Pokémon worden het, de community? Nou, race? ik heb voor uh, uh, juli heb ik, uh, voorspeld misschien wel uh, Magnemite. Oh. Ik vind dat een Pokémon die uh, op zich wel enigszins interessant is. Maar wel uh, al door veel mensen Shiny gevangen is. Uh, dus dat, die, uh, dat er toch een wat rustigere uh, community day op komt. Ik weet niet hoe relevant die in de meta is voor PvP, maar voor. Magnetzone uh, is erg goed hoor. In, ja? in zowel, de, zowel Ultra League als in uh, okay. Master League. Ja. ja, Master League nu natuurlijk minder. Want nu moet je hem excellen. Maar ja goed, dat kan dan na een community day. Ja. Dus, dus nee, ik denk dat die komt. Uh, het, ik, ik verwacht namelijk geen uh, tep, ik nog. Ik verwacht ook geen uh, hele relevante Pokémon. Uh, dus, maar het zou ook eentje kunnen zijn dat ze er eentje herhalen. Bijvoorbeeld uh, Squirtle nog een keer of zo. Ja, of precies, zoals. ja. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik denk voor, uh, voor jullie dat het wel een starter wordt. Ik denk dat ze dat ze nu echt wel weer uh, teruggaan naar hm. um, starter... Uh, en dan, dan goed of niet zo goed uh, en dan weer starter. Um want snijven hebben we natuurlijk gehad inmiddels, ja. dus ik, ik denk dat in jullie gewoon Tapik komt. Er hebben wel twee Pokémon tussen gezeten, hè? Dus de snijven. Ja, en... oké. Okay. Nou, ja, ze doen het niet helemaal op die manier, maar ik denk wel dat ze weer de starters er weer tussen gaan proppen. Hm. Dus ik, uh, ik, ik ga, ga ervan uit dat uh, dat uh, dat gewoon ik... komt, wordt. Die ik trouwens super mooi vind als shiny, ja Tapik is ook okay, blauw, hè? maar ja, de de, de evoluties hebben, blau hebben ja. blauw vuur, dus net als uh, Ponita. Ja, <laughs> <Dat is> super mooi. <laughs> Ik, ik denk overigens dat er dus uh, iets als Magnumite of zo komt, omdat een echt nieuwe Shiny uh, mensen waarschijnlijk wel mega gehypt. Maar met twee weken later GoFest dat nee dat ik dan misschien niet wil en mensen hmm. vooral naar GoFest toe wil hypen. Ja, uh, oké. Okay. Ja, weet je, je hebt, je hebt echt wel goede punten inderdaad. Maar, uh, weet je, ik, ik blijf gewoon YOLO. Ik ga gewoon we we weten verstandig. het volgende week als we de podcast opnemen. <laughs> ja, dan precies. is het de 22ste. Dus ja, die, we... die, die maand daarna, dan uh, doen ze natuurlijk zwiel. Uh, zou kunnen. 15 ja, sowieso. Prima. 100% ja? zeker. Ja, echt. Hoezo? <laughs> ja, gewoon. Oh, nee, ik denk, misschien heb je hele goede reden. Misschien is nee. het, uh, een maand van de zeehondjes of zo, weet ik veel. Nee, nee, het is uh, gewoon volop... Uh, is het nog volop zomer? Ja, het ja. is nog wel volop zomer. Dus het uh, is perfect. Nou, prima. Even kijken dan. Waar was er nog meer nieuws? Ja, uh, en dit ga ik even samenvatten, want er waren meerdere berichtjes... Het hele systeem rondom RAIDS lijkt uh, mogelijk uh, in ieder geval deels op de schop te gaan. Er is een hoop uh, gevonden. Nou ja, het is ook uh, uh, natuurlijk heel toepasselijk dat op de uh, GoFest zondag alles om RAIDS draait. Dus dat is misschien ook wel het moment dat het live gaat. Alhoewel ook niet. Na te kennen, als ze slim zijn, doen ze het iets eerder, zodat ze het nog een beetje kunnen testen. Goed. Nee, wij zijn de testers. Ja, dan zijn wij de testers, inderdaad. Uh, lijkt me wel heel tof. Nieuwe visuals, nieuwe uh, achievements bij. Dus, dus het hele systeem lijkt wel enigszins op schop te gaan. Vind ik wel leuk. Ik vind het, uh, uh, zeker omdat ze vijf jaar bestaan, uh, mogen dit soort dingen wel weer een keer. Ja, sowieso, inderdaad. Het houdt het een beetje fris. Uh, ik ben ook heel benieuwd naar de, naar de leaderboard, die de, de, de datamines, wat ze daarmee ja. bedoelen. Als ja. de leaderboard is, oh je kan nu altijd zien wie de meeste raids heeft gedaan, laat dat maar zitten. Maar uh, als het leaderboard is, dus, uh, na elke raid, krijg je even kort te zien wie de meeste damage heeft gedaan. Dan vind ik het wel leuk. Ja, precies. Nou, dat soort dingen, dat, dat gaan we dan dus zien. Maar dat lijkt uh, interessant te worden. Dan waren er sources Event Quests gevonden. Het draait natuurlijk weer om Solrock en Lunatone. En de Safari Zone data, dat was trouwens hetzelfde artikel, ook als de Community Day Data, worden waarschijnlijk binnenkort bekend. Ik ben toch benieuwd wat ze daarmee uh, gaan doen. Ja? Ik, heb, ik heb natuurlijk nog een ticket voor Liverpool. Oh ja, en, ja. Dus uh, ik, ga, ik ga niet naar Liverpool, maar als uh, echt bekenden van mij en die hebben ook een ticket en die waren origineel van plan wel te gaan. Hmm. Elgaan, dan laat ik ze misschien wel even inloggen daar zodat ik de uh, eventuele special research uh, kan krijgen. Oh uh, ja, precies. Ja, eventueel misschien nog uh, een van de originals die ze daar hebben. Dus ja, maar die kan ik. Op. Ja, maar dat, dat voelt dan toch net even als, uh, als een soort van spoef. Maar uh, hmm. hoe je dit, als je iemand anders, uh, ja, uh, dat okay. doe ik hem liever ruilen, zeg maar. Ja, precies. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Oké, dan was een Meluetta, chattelt en meer op het nieuwe. Laatst verschenen. Chatot. Chatot, sorry. Heb jij de nieuwe uh, versie al? Nee, gelukkig niet. <laughs> ik, ik heb hem wel en ik mag zeggen gelukkig wel, want voor Apple is er oh. al een nieuwere versie. Dat was vanochtend het nieuws. En daar zitten al die uh, mega-verschrikkelijke bugs vooralsnog niet in. Ah, oké. Okay. Uh, dus uh, wij hebben 211.1. Voor Android is het inderdaad 211.0 er nog. En die, die moet je echt vermijden. Ja, ja precies. Nou, ik um, meestal uh, ik heb automatische update ook uitstaan. Dat kan ik ook echt zeer aanraden aan iedereen. Ja. Um, dus ja, ik. Uh, nee, ik heb hem gelukkig nog niet. Nee, heel goed. Dan de beide vormen van Meloetta gevonden, inderdaad. Daar hadden we het natuurlijk al over. Er waren ook uh, vier Pikachu gevonden. Um, natuurlijk Pikachu Rockstar en Pikachu Popstar, maar ook uh, een Pikachu uh, Flying Fifth uh, Anniversary en een of andere ja een Japanse Pikachu of zo. Dat was uh, volgens mij uh, als ik de naam daarvan googelde kwam ik bij een of andere sushi uh, bedrijf uit. Ja. Dus ik weet niet of het de gesponsorde Pikachu wordt, maar de ja. naam was ook een soort van Hawaii shirt, maar dan Japanse stijl. Oké. Okay. Dus. Nou geinig. Uh, ik ben heel, be heel erg benieuwd. Wat ik wel jammer vind op zich is dat ze de popstar Pikachu uh, dan ook weer echt een vrouwtje hebben gemaakt. Kijk, het is heel logisch om. Ik zou het juist zo hilarisch vinden als, als die juist als dat juist een mannetje is. <laughs> ja, het is wel heel gender. Dat is uh, ja, maar... gewoon als geintje, hoor. Niet als uh, niet als statement of zo, maar ja, goed. Ja, precies. <laughs> gewoon ook omdat veel mensen het waarschijnlijk toch niet opvalt. Dus ja. Nee, ja, waarschijnlijk niet. Nee. Dan oh ja. was afgelopen weekend het uh, special raid weekend zonder raids. Uh, tenminste, de, de, ik heb weinig ja, ja, van de raids gezien. Ja, ik ook niet. Uh, wat, niks meer dan, uh, dan normaal. Nee, wat wel heel fijn was, was de XL Candy bonus. Um, en daar heb ik toch ook wel gretig gebruik van gemaakt, zover dat ging. Want heel erg ging dat niet. Maar ik heb wat extra Snorlax raids gedaan, zodat ik daar wat XL Candy van kreeg. Want je kreeg toch vaak wel één of twee XL Candy. En ik heb wat bewuster ook op mijn scherm gekeken en de Pokémon aangetikt. Zoals een Charmander en zo, waar ik wel excel candy van wilde. Dus, uh, ja, die precies. Zat, die, zat, die zat er incidenteel ook wel. Uh, dus, dus, en ik heb een meldombox weggevangen, want dat was natuurlijk ook ideaal. Ja, ik heb ook gedaan, inderdaad. Ja, ja ik heb zelf um, eigenlijk alles wat er was, uh, heb ik gevangen. Zelfs de, de, de meest uh, nutteloze dingen. Um, gewoon omdat, omdat je er zo snel XL-candy voor kreeg nu. Ik kreeg. Uh, bij veel kreeg ik ook gewoon drie Excel-candy. Ja. Dus dat vond ik, vond ik wel de moeite waard. Ik vond dat wel echt uh, ja, een, een, een leuke bonus. Uh, ik denk dat de Excel-bonus ja. voor mij momenteel wel de, de beste bonus is. Ja, absoluut. Um, ik kwam er bijvoorbeeld ook nog achter, uh, van het weekend hebben wij natuurlijk contact over gehad, dat ik een hele goede uh, Medicham had, of heb. Ja. Uh, die, uh, uh, hoe heet het? ...maar die ik alles behalve kon max ...want daar heb ik me nooit op gericht. Uh, ik heb ook geen idee waarom ik me daar nooit op heb gericht. Uh, waarschijnlijk omdat ik niet wist dat ik dat ding had. Nee, maar ja toen... want ik heb het toch wel... ...een aantal keer gemeld. Toen, <laughs> ja. Uh... ja, dus... Uh, ...hoe heet het? Uh, die, uh, yeah, dat is uh, mijn nieuwe doel op het moment dat... Uh, uh, ...dat er genoeg... Uh, ...of dat er candy te halen is van Meditite. Ja. Maar Meditite wel... zit wel in quests, uh, zag ik. In uh, Catch hm. Seven Pokémon. Oké. Okay. Dus, ja, ik ja. ben niet bewust... Quest aan het jagen, maar als ik hem als ik 7 Pokémon heb, ja, sowieso alles waar je eigenlijk voor moet vangen en een encounter uitkrijgt, krijgt, hou ik hoor. Dus dat mm. okay. uh, zou wel uh, goed moeten komen, ja, waarschijnlijk. Dan um, nou, had ik zondag ook nog een nieuwtje. Nijntik nou, is op zoek naar een uh, live event manager voor Europa, ze willen meerdere evenementen gaan houden uh, per jaar. Lijkt het in Europa? natuurlijk super tof. Er kwamen allemaal reacties uh, van mensen. best wel veel haatreacties zelfs. wat dat nou. <laughs> wat is ja, dat nou toch? Allemaal mensen die. Uh, toch eigenlijk uh, de virtuele evenementen zoals ze nu zijn veel fijner vinden. omdat ze niet zo goed tegen te kunnen. Ik ja, okay. kan ik me heel goed voorstellen dat er een hele grote. Uh, of dat er een, een grotere groep is. die. Uh, uh, hoe heet het? Uh, moeite heeft met drukte. laat ik het netjes uh, zeggen. Ik wil niet gelijk stempels plakken. Uh, maar uh, om wat voor reden dan ook. Hè? want er zitten ook mensen tussen. met lichamelijke beperkingen en dat soort dingen. Dus, mm -hmm. dus ik. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Uh, maar ja, dat is. Uh, uh, dan heb ik ja. nog zoiets van. Ja, ik hoop gewoon dat er veel live evenementen terugkomen. Misschien een mooie combinatie van uh, live. En, en uh, dat je live natuurlijk wel wat voordelen hebt. Want anders gaat er straks niemand meer. Dat uh, is nee, even goed, niet inderdaad. Ja, of dat ze ervoor kiezen om bijvoorbeeld uh, weer drie GoFests te doen. En een centrale GoFest wereldwijd. Dat ze, dat ze die als vierde GoFest toevoegen. Weet mm. je wel zoiets. Ja, precies. Ja, want ik, uh, ja, het, het heeft toch wel wat om met z'n allen daar te zijn als, uh, als fan ja. van iets. Het is net als met festivals. Als je naar een band toe gaat, iedereen is fan van die band. Ja, de sfeer is ook ja. altijd supergoed. Ja, zeker. Alleen dus, uh, als er ergens een hondens spant, dan, uh, uh, dan, uh, dan, dan, dan is het even vechten. Om daar ja, te komen. want uh, dan houdt iedereen elkaar tegen. Want jij, jij mag die hond niet hebben, toch? Dat is wat nee, er gebeurt, dat is, toch? Nee, dat is niet wat er gebeurt. Oh, maar iedereen <laughs> overloopt elkaar. Ja, precies. Ja, nee, ik vind dat ook. Uh, ik vind dat altijd wel een beetje onzinnig, maar over het algemeen is het superleuk. Ja, nou, um, dan was er, uh, even kijken, de Russia Wayfarer Challenge. Um, dat moet ik even uitleggen, dat loopt namelijk al twee weken, maar ik heb dat even totaal gemist. Wat blijkt nou? Uh, ik dacht, dat is alleen voor Rusland, daar hebben we niks aan, dus niks aan de hand. Maar uh, iedereen die zijn bonus of thuislocatie aanpast naar uh, een plek in Rusland, of allebei inderdaad, wat ik heb gedaan. Um, die uh, krijg, of kregen de afgelopen periode Russische uh, uh, wayspots. Ik kreeg vanochtend trouwens niks meer. Dus oh. ik denk dat uh, omdat ze het gehaald hebben, namelijk uh, gisteren of eergisteren al. Het uh, is nu op Reddit heeft gestaan. Dat ney nu zoiets had van: huh, misschien moet ik even stoppen, anders krijg ik uh. veel mensen 10 upgrades. Uh, dus uh, ik hoop dat daar nog wel iets uh, tussen zat. Maar die. Uh, uh, konden in eerste instantie voor een aantal toffe items, 50 Pokéballs, Raid Pass, Incubator, dat soort dingen, uh, spelen. Maar dat was bij 3000 kunnen. dat was er al heel snel. Dus toen uh, konden ze aan dat dat verdubbeld werd naar 6000. Uh... Ik heb nu nog steeds een Russische. Oh, oké. Okay. Dan uh, lag het echt aan mij. Ik heb er echt al 30 gekeurd vandaag, want mm -hmm. er zat er niks tussen. Uh, misschien heb ik het ook al wel gehaald, ik weet het niet. Maar, die, uh, uh, maar vooral, tien upgrades, en dat vind ik dan wel heel interessant, want je zit met die upgrades, uh, die heb je nodig om sneller pokestops erdoor te krijgen. En, en met een upgrade lukt het vaak in één of twee dagen dat die wordt gekeurd in ieder geval. Heb ik heb ook wel eens het vermoeden van dat Niantic die zelf keurt. Of in ieder geval uh, dat ze minder gewone mensen laten keuren en dan zelf nog een keer kijken. Ja, precies. Dus... Uh... Maar dat is uh, ja, tegen de tijd dat uh, de podcast uit wordt gezonden natuurlijk niet meer relevant, maar dat is wel interessant. Ik ben ook heel benieuwd of, het dus, uh, of ik dus ook een, een Pokestop gekeurd heb die inderdaad ook echt uh, goed gekeurd is nog binnen de tijd. Dat kan nog tot en met morgen, tot en met de 16e. Dus, ja. uh, en dan de bonuslocatie kun je pas na een jaar weer aanpassen. Dat is een beetje jammer, maar goed, dat ja. af en toe rustige <laughs> dingen ertussen. En Google Translate werkt dan best wel oké. Okay. En er zit best wel veel kwaliteit tussen in vergelijking met de rotzooi die je hier krijgt. Want daar is blijkbaar toch nog veel meer ruimte voor kwaliteit. De thuislocatie kun je gelijk weer aanpassen, de 18e hal. Dus, uh... ja, it, uh, nee, ik heb uh, een beetje een, um, een probleem dat ik uh, wel, de, um, wel de Russische krijg. Maar dat ze allemaal eigenlijk net niet goed genoeg zijn. Dus waarschijnlijk krijg ik alsnog de upgrades niet. Omdat ik niets heb wat, uh, wat goedgekeurd wordt. Ja, dus precies. Dat, is wel, uh, dat is wel wel weer jammer. Ja, daar zijn die upgrades wel ideaal voor. Ik, nou, uh, oh zo, je, je, bij jou worden dingen niet goedgekeurd, zei je? Nee, nee, want ik krijg wel, de, zoals nu ook weer, heb ik een, een, een heel mooi beeldhouwwerk, maar die staat dan weer op totaal, de, de, want waar die staat volgens de map, staat die niet. Nee, precies. Uh, dus ja, dat wordt ook wel weer niet goedgekeurd. Oké. Okay. Uh, ik dus zie ja. trouwens, want ik zit even op de website te kijken, dan kun je ook zien hoeveel er zijn goedgekeurd. Er zijn sinds vanochtend ook geen nieuwe goedgekeurd. Dus, uh, ja. Dus, uh, maar sinds gisteren wel 500 hoor, dus... Uh, eh. yeah. Het kan misschien uh, nog komen. Dan ook zit... Clarence ook zit nu in 7 kilometer eieren. Wel super zeldzaam. Dus als je hem niet hebt, dan uh, gaat het een stuk lastiger worden. Nou, Beluetta was dus officieel bevestigd. Uh, er zitten even andere raidbosses. En uh, het laatste nieuwtje, dat is van vanochtend natuurlijk... want vanochtend is er ook gewoon nieuws... Uh, is dat uh, Niantic Incentives gaat gebruiken... dat heeft John Henkie gezegd... om uh, spelers naar buiten te krijgen... Alleen ik heb even opgezocht wat um, incentives betekenen. Want ik weet wel wat het zijn, maar wat betekent het nou echt? Het betekent eigenlijk gewoon aansporen. Dus dat kun je ook doen door dingen slechter te maken voor binnen. Het betekent niet per se dat je beloningen krijgt als je naar buiten gaat. Oh my god, nee. Hm? Ja. Ik zeg niet dat het zo is, maar het nee. zou, zou zomaar kunnen. Dus. Uh... Ja, dat is wel even, even goed om in de gaten te houden. De ja, bonussen ik... lopen ook over uh, twee weken af. Dus... Precies. Ja, ik ben er zo bang voor hè, dat, ze die, uh, dat ze die afstand van spinnen weer, weer gaan verlagen. Dat ja, alhoewel is, ze daarvan hebben draad. gezegd dat ze dat niet gelijk sowieso zouden doen. Hmm. En uh, hoe heet dit? Uh, ik, ik weet ook, nou, we hebben het hier ook wel eens over gehad, dat ook veel spelers wel gaan stoppen dan, omdat ze dan echt moeilijk aan items komen. En nu uh, vind ik het nog fijn om. Ik uh, kan me goed voorbereiden op Co-Fest door veel items te hebben. maar als die afstand uh, straks uh, hoe dit eraf gaat. Of ja, weer kleiner wordt, dan, dan wordt het lastiger. Ja, precies. Nou ja, dat en uh, het feit dat, uh, dat er ook nieuwe spelers zijn die niet anders gewend zijn. Dat lijkt me nee. een, een gigantische domper. Zeker. Daarnaast was in hetzelfde interview van Bloomberg met John Hankey, de CEO van Niantic, ook dat hij zei dat ze werken aan een manier om te communiceren met andere spelers, om samen te komen. Dat vind ik wel interessant. Ben ik heel benieuwd. Ik denk dat het een soort van uh, beperkte woorden uh, gebruiken van uh, uh, hoe heet het, uh, dat je kunt selecteren welke gym en welke tijd en dat je zoiets of dat je kunt zeggen van uh, reden uh, 15 uur uh, nou, iets in die richting ja, nee, precies oké, okay, nou dat was de, uh, dat was het nieuws uh, daar kan natuurlijk uh, tegen de tijd dat de podcast de live staat nog heel veel nieuws bij komen alhoewel dat meestal overdag wel meevalt hoor dus zoveel verwacht ik niet Um, nou, we hebben alleen geen, geen uh, zeker geen live nieuws opeens uh, vandaag. Nee, dat is normaal gesproken niet uh, zo vroeg. Nee. Nee, maar we hebben wel natuurlijk gewoon ons moment van de week. Uh, zal ik hem uh, aftrappen? Nou, ik ben benieuwd naar al die shiny slope ook die je hebt gevangen. Ja, eentje, het valt, mee. <laughs> okay. het valt mee. Ik heb er inderdaad eentje geplust, een shiny slope ook. Uh, daar was ik heel blij mee. En ik heb een, um, een shiny, uh, hoe heet de ding ook weer? Ja, geen idee. Ja, de voorrevolutie van Diggersby Bunnelby. Ge ah. Geplust. Allebei hier voor de deur. Met hmm. dus mijn nieuwe plus. Dus dat was wel, uh, was wel leuk. Maar wat nog uh, meer bijzonder was, ik heb twee hundo's bij. Um, even kijken hoor, dan moet ik zoeken op vier ster. En dat zijn ook nog eens wel mooie hundo's, Want het is een slowbro. Uh, en dus ook echt als evolutie slowbro uit een ja, uh, raid. En een Ninetales uit PvP. Ah. <laughs> leuk. Ja, ja dus, mooi. Uh, ja dus dat, uh, dat zijn mijn uh, momenten van de week uh, rondom in ieder geval uh, rondom uh, Pokémon ja um, zal ik beginnen met mijn domper van de week Oh ja, is mag. dat leuk ja, Want, ja, weet ik niet uh, als je uh, er maar niet mee eindigt dan is het prima <laughs> nee het was um, oké okay. komt die komt het hele verhaal het was ochtend <laughs> en ik werd wakker en Patrick zegt, ah, er zit hier een spritzie. En ik uh, wil natuurlijk heel graag spritzie XL Candy voor straks de Remix Cup. Dus ik hij: van, oh mooi. Nou, dus, uh, het, uh, uh, was, ja, het is een spritzie van 1000 uh, nog wat CP. Oké, okay, nou, grote kans op XL Candy dus. Dus alleen maar beter. Hmm, ik zie de spritzie niet. Nou, waarschijnlijk zit ik gewoon te ver vanaf. Uh, dus dat, uh, dat, dat wordt hem niet. Um, misschien was hij wel gedespawned. Dat, dat zou ook heel goed kunnen. Oh wel, het is jammer, maar goed. Het is, het is niet anders. Maar goed. Ja, ik voel hem aankomen. Patrick zei... Hé, hey, ik heb een 100% spritzie. Hé. Hey. Oh, dat was die spritzie. Oh, oké. Okay. Dus het was al... Zeg maar, ik vind het al jammer dat ik hem had gemist. Want het was een grote kans op een XL Candy. En vervolgens is het ook nog een 100%'je. Kijk, niet dat een 100%... Um, aromatisch goed is, maar het is wel leuk gewoon om een 100% te hebben. Yep. Dus ja, ja uh, dat, was, dat was de domper van de week. Um, dat is gewoon best wel jammer. <laughs> maar goed. En je uh, moment van de week? Mijn moment van de week, ja. Uh, hele goede. Even kijken hoor. Uh, nou ja, <laughs> ik heb er wel twee Shiny renties bij. Dat is wel geinig. Redgy Rock en Registeel. Oh. Ik heb niet superveel um, uh, Regi raids gedaan. Uh, Regi-ice had ik natuurlijk al uit Go Battle League Shiny. Dus uh, ik heb ze alle drie binnen dit evenement kunnen vangen. Uh, dus dat was wel leuk. Um, en verder... Um... Ja, nee, iets anders wat, wat, wat ik heel erg verbazingwekkend vond was. Uh, ik had, zat op een gegeven moment op uh, 2400 nog wat uh, rating voor de Go Battle League. Mm -hmm. En uh, toen hoorde ik uh, van, uh, van iemand uh, hier in de buurt, die uh, ook behoorlijk wat be verstand heeft van PvP en uh, uh, zelf ook al uh, meerdere keren legend is geworden. Ehm. Um, dat, dat dat dus blijkbaar de top is. Want de, de, de bekende streamers en zo, die zaten ook allemaal rond de 2400. Uh, dus ik zat, zat blijkbaar echt super hoog. Uh, en dat had ik helemaal niet door. Dus dat, was, dat was ook wel tof. Ik had zoiets van: oké, okay, nou, geniaal. Dan, uh, dan gaat het dus lekker. Dus dat. Nou, oké. Okay. Nou, dan uh, fijn dat het lekker gaat. Um, ging, ging. Ging. Ja. Sorry. Ja, het, sorry, gaat ja, het, het, het was op dat moment, was het dan gaat het dus lekker, maar dat is inmiddels ging. Ah, okay. Zometeen nog wel even over hebben, thuis. Ja, precies, komt goed. Nou, tijd voor vragen dan. Um, en vragen is vraag, of Dennis moet ook nog... Hij een... ja, had natuurlijk nog een vraag achter de hand van vorige week. Ja, precies. Um, dus ik ga beginnen met, uh, met de eerste vraag. Goede nacht met de podcast heren. Hij is gestuurd om uh, 0 uur 24 vannacht. Dus dat is uh, helemaal goed. Ik ja, heb een nou, vraag. het is ongeveer hetzelfde momenteel. Dus wat dat betreft... Uh, goeie. <laughs> voor jouw gevoel is dat... <laughs> ik heb een vraag. Waar is de kompas... Oh, de vraag is trouwens van Rick. Waar is de kompasfunctieknop voor in Pokémon Go? En wie van jullie gebruikt hem? Um, de kompasfunctieknop is eigenlijk alleen maar uh, fijn om even te centreren. Maar ik gebruik hem heel soms, maar eigenlijk bijna nooit. Ik uh, klik er per ongeluk op. Ja, dan is hij irritant. <laughs> ja, dat is het uh, enige. Als je erop klikt, dan uh, centreert hij en dan staat hij volgens mij ook vast. Dus, dus voor mensen die echt navigeren, is het soms nog wel eens fijn. Hmm. Uh, maar ja, ik gebruik hem uh, verder, uh, verder nooit. Nee, ja, ik ook niet. Dat zeg ik. ik klik per ongeluk op. En um, uh, waar ik ook per ongeluk op klik, dan ga je naar settings en dan klik je per ongeluk op het vraagtekentje. En dan gaat professor Willem oh, ja. uitleggen wat een pokerstop is. Ja. oké. Okay, ja, weet je, ik ben inmiddels al uh, een tijdje level 43, volgens mij. Ja, <laughs> dus, uh, ik, ik weet denk ik wel wat een pokerstop is. Ja, precies. Nou, dan um, had jij nog een vraag? Ja, uh, nou, en ik heb er uh, nog eentje. Want ik zie op mijn Instagram dat ik van uh, John ook een uh, vraag heb. Kijk. Hoi, Dennis en Jeffrey. Hoe evolueer je een Galarian Slowpoke naar een Galarian Slowking? Er zit ook nee. geen item om te evolueren naar Galarian Slowking. Nee. Ik, ik weet hoe, weet je ook hoe? Ja, ik weet ook hoe. Nou, vertel maar. Ja, niet. Nee. Precies. <laughs> ja. Nee, die vraag heb ik ook al een paar keer gehad. Uh, maar en uh, uh, Sloking zit er nog niet in. Het staat wel in je Pokédex trouwens. Dus dat is wel een beetje verwarrend. Ja, je kan zelfs de Shiny al zien. Oh, echt? Toch? Ja, weet ik niet. Ja, dat moet Ik heb, no ik moet heb geen geëvalueerde... Ik heb nog geen Shiny Sloking. Dus ja, Oké, okay. ja, ik, ik weet dat je... Nou ja, ik ook niet hoor. Maar ik weet dat je de Shiny bro kan zien. Dus ik neem aan dat je hm. ook de Shiny Sloking al kan zien... als je een normale Sloking hebt. Ja, meestal is dat wel zo, ja. Ja. Nou, voor de rest heb ik nog een paar, uh, paar uh, berichtjes gekregen op Instagram met, met foto's. Dat vond ik ook superleuk. Uh, en nog iemand uh, die, uh, die al vanaf 2019 mij volgt en evengoed mee wilde doen aan de giveaway. Ja, dat mag. Uh, Iedereen mag meedoen. Ja, precies. Uh, het? Uh, ik, ik, ik kreeg toevallig al de vraag van de week. Ik, ik ga van de week even uh, loten. En dan maken we dat volgende week in de podcast bekend. En dan doen we dat daarna ook bij de rest uh, bekend maken. Ja, dus, precies. Ja. Maar dan kan hij ook tenminste nog meedoen met de loting. Ja, ieder, dus stond... ik, ik heb gewoon een toeltje. Die leest gewoon jouw volgers uit op Instagram. En die kiest daar gewoon random iemand uit. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Dus als ik daar een um, als dat gewoon een random volger is die niet uit Nederland komt, dan. Uh... Nee, dan haal ik hem eraf. <laughs> Daar heb ik, want ik heb okay. toen net aan Switch weggegeven bij 10.000 volgers. Uh, en daar heb ik een paar proefruns gedraaid. Eigenlijk om te voorkomen. Want er zaten een aantal uh, botaccounts en dergelijke tussen. Uh, hoe heet het? Uh, en, en bijvoorbeeld. Die had niet proef gewonnen. Maar PlayStation Nederland volgt mij bijvoorbeeld ook. Ja, die kunnen natuurlijk ook niet winnen. <laughs> Dat zou wat zijn. <laughs> ja, zo van. Oh, die hebben een Switch gewonnen. Ja, <laughs> ja nee. Dus... PlayStation Nederland. <laughs> je had nog ja, maar... een vraag? Uh, ja. Uh, Oké, okay, komt-ie. Um, stel, je mag van Niantic één Pokémon uitkiezen die je wilt. Met de stats, level, shadow bonus. Je mag verzinnen wat je wil. Welke zou je dan kiezen? Uh, dus Jeffrey en jij staat er ook. Maar... Oh, ik mag deze keer meedoen? Ja, ja, ja. 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 Toe, moeilijke hm. vraag, moeilijke vraag. Alhoewel, ik denk... Want dat is dan toch wel een beetje... Uh, ...mijn ultieme uh, Pokémon... ...ik denk gewoon een 100% Shiny Shadow Mewtwo. Hmm. Is misschien okay, heel erg ja. voor de hand liggend, maar... omdat Het is ik... wel heel cool, inderdaad. Precies. Ja, ja ik, uh, ik wil dan wel een... Uh, een, ...een Perfect IV... Uh, ...Shiny Shadow... Hmm, nou, wil ik hem? Sh ja, ik ben in twijfel. Ja, ja. Bestiodon was inderdaad... ...degene die ik wilde zeggen, maar wil ik die Shadow? Want het gaat juist om zijn defense. Hmm. Hmm. Nou, misschien niet shadow, maar wel gewoon perfect IV en, en, en shiny. Dat is mooi. <laughs> ja, precies. <laughs> nou ja, wie weet, komt dat ooit nog? Ja, precies. Ja, dus, dus dat, um, dat, dat ja, zou ik wel leuk vinden. Cool. Oké, okay, mooi. Nou, dan hebben we ook nog de lopende prijsvraag waar we het even over moeten hebben. Namelijk, uh, ons mooiste moment uh, ooit. Uh, Daar en, heb ik uh, ook nog voor binnengekregen. Ja, ik ook. Dus, dus, okay. dus dat, dat is heel goed. Uh, en we hadden natuurlijk beloofd deze week ons mooiste moment ooit uit Pokémon Go uh, te delen. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik blijf het eigenlijk uh, heel moeilijk vinden. Dan snap ik dus ook dat het voor jullie heel moeilijk is. <laughs> ja, precies. Maar ik ga uiteindelijk, en dat is misschien een beetje, een beetje uh, afgezaagd, maar uiteindelijk ga ik denk ik uh, uh, toch voor de uh, laatste GoFest in, uh, in Dortmund. En de reden daarvoor is, is, is nog wel iets meer dan alleen maar dat GoFest zo tof was. Ik was als pers naar GoFest. Ik kreeg daar bijvoorbeeld ook, die staat hier ook op kantoor, hier rechts van mij... ...een speciale uh, fles van Pokémon Go die niet te koop is. Erg mooi en, ook. Ja, het is echt... Uh, die kregen, ja, mijn vriendin en ik kregen die allebei met het GoFest logo erop. Uh, en de GoFest art zeg maar erop inderdaad, in kleurtjes. Uh, ja, dat was gewoon super tof. En, en in het algemeen omdat... Ja, GoFest gewoon zo bijzonder is. Je waant je echt een dag... Hè, normaal als je over straat loopt... Nou, dan is het prima, word je niet heel vaak nageroepen of zo. Hè. Dat valt allemaal wel mee. Maar soms... Uh, Pokemon, uh, en... Ja, en ik weet ook niet zo goed waarom ze dat inderdaad doen. Dus dan is het... Uh, Pokémon Go! En dan heb ik dus... Oké, ja. Het, okay, ja uh, moet ik nou zeggen van... Oh, fietser! Ja, <laughs> precies. Wat, wat wil je van me? <laughs> ja, dat, dat denk ik inderdaad ook wel eens. Maar uh, ja, goed, oké. Okay. Uh, dus dus nee, dat was... Um... Uh, de, de, dan is het anders, maar op GoFest is het zo magisch bijna. Uh, dat je, dat je, en, en je wil ook, ondanks dat je benen kapot zijn en je voeten kapot zijn, wil je <laughs> blijven lopen. En aan het einde van de dag, als je dan nog net die ene die je niet hebt, ga je toch in dat gebied nog rondlopen. Ja, het is, het is bijna niet opschrijven. Ik denk dat dat gewoon voor mij uh, Pokémon uh, echt compleet maakt. En ook hetgeen is wat ik het meeste mis... Zeker ja. ook als je dan ziet dat ik vorig jaar eigenlijk voornemens Zoals, hè, daar had ik ook een budget voor gereserveerd binnen MWTV om naar een GoFest in Amerika toe te gaan. Ja, hmm. dat, uh, dat is dan uiteindelijk niet doorgaan. Dat hoop ik dan volgend jaar te kunnen gaan doen. Maar ja, dat. Uh, ja. Ja. ja, snap ik inderdaad. Ja, en, en ook gewoon de hele aankleding van GoFest is ook gewoon ja. heel tof. Dat je ja, dat bij, zeker... bij zo'n steel uh, ding echt gewoon van die. Ja, uh, manden met, met, met scrap en zo en allemaal metalen zooi ziet liggen. Dat ja, is gewoon geniaal. Ja, en daar is GoFest natuurlijk ook veel beter dan Safari zo nog. Hè? Want ja. we hebben uh, in Nederland een Safari zo gehad in Amsterdam, wat ook echt heel leuk was. Uh, Dennis vond het ook heel leuk, behalve de shiny. Superleuk was het. Ja, nee, <laughs> het was wel heel tof. Er zit ook een mooi verhaal achter, moet je de podcast maar eens terug luisteren. Daar hebben we Precies. het over gehad. <laughs> en uh, Safari zo in Dortmund was natuurlijk ook wel tof. Maar daar heb ik heel veel problemen gehad de eerste dag. Ja, Um, en, uh, want ik was een van die mensen die daar getroffen was met die bug. En daarnaast was de aankleding gewoon toen minder dan dat die uiteindelijk uh, ja. is met een GoFest. Er was hier een spookbos en alles. Ja. Dus, ja. Ja, ja nee, precies. Nou ja, goed. Het, ja, begrijpelijk. Dat was ook wel echt heel tof. Um, ja, dat was jouw... Ja. Het moment. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, bij mij is het, um, is het ook uh, GoFest Dortmund de laatste. Um, maar... Um, het is een specifiek momentje. Oh jee. En, <laughs> en dat was namelijk um, het PvP-toernooi daar. Oh ja, maar dat snap ik. Dat is... <laughs> had ik eigenlijk kunnen weten. Ja, ja nee, het PvP-toernooi daar was, was sowieso echt heel erg vet. Uh, je, je begon. Um, er was een, een, een lange rij, eigenlijk, qua, uh, niet qua spelers, maar um, een lange weg, sorry. Ik kan het beter zo zeggen. Het ja. was een lange weg. Uh, en, en dan links en rechts stonden de Kleine podiumpjes um, waar, je, waar je met z'n tweeën tegenover elkaar kon staan op, op de podiumpjes. Uh, en aan het eind van die, van die lange weg stond er, was er dan een groter podium. Hmm. Um, en die, uh, uh, ja, daar kon je natuurlijk ook met z'n tweeën staan, maar dan was het wat groter. Dus je zag dat eigenlijk, je zag dus vanaf, de, uh, vanaf afstand al van oké. Okay, dus als je goed blijft spelen, dan kom je uiteindelijk op dat grotere podium terecht en dan heb je de finale. Uh, nou ja, het, het lukte mij om, uh, om, om de, de rondes door te komen. Je kreeg elke ronde kreeg je meer prijzen. Uh, je begon met uh, een geloof ik. En daarna kreeg je een postetje uh, En een sleutelhanger. En uh, um, uiteindelijk kreeg je, als je, als je won, kreeg je, uh, een shirt en een medaille. Um, en, en alle andere prijzen ook hoor. Dus als je zoiets hebt van: oh, maar nu krijg ik die stickers niet. Nu moet ik verliezen. Nee, dat is niet waar. Je kreeg gewoon alles. Um, dus uh, ja, nou ja, uiteindelijk uh, heb, ik, uh, heb ik het uh, gewonnen. En dat was uh, ja, super tof natuurlijk. Ik uh, ben, uh, ben een vrij competitief persoon. <laughs> en, uh, oh. binnen dat, uh, ja, en binnen dat ja, uh, en dat is echt wel uh, iets wat ik wat ik heel graag doe. En dan ook nog eens op zo'n evenement. Uh, ik bedoel, het uh, GoFest is al super leuk. Maar uh, ja, dat, dat was al het, het meest speciale moment daar, uh, ondanks dat alle andere dingen ook ontzettend uh, tof waren. Ja, nee, snap dus je ja, helemaal. Dus ja, dat inderdaad. En ik heb de, de medaille, waar jij de beker uh, naast je hebt staan, heb ik de medaille uh, achter me in de, in de kast uh, Staan. Ja, dat is wel mooi dat we allebei ook een uniek aandenken hebben. Hè? Ik denk dat minder mensen die medaille hebben hoor. Maar die, uh, die Beker werd uh, alleen maar aan pers en medewerkers uitgegeven. Dus ook die is echt wel uniek. Ja. Uh, hoe heet dit, uh... Maar dan vond ik vorig jaar ook tof dat we dat shirt uh, konden bestellen. Ik hoop ook echt uh, dat ze ja, hem precies, snel uh, ja. in de verkoop doen nu. Want anders hebben we hem niet op tijd binnen, denk ik. Dus, uh... Nee, ja, inderdaad. <laughs> dat uh, schiet daar niet op. Ja, ik, uh, ja. Want ook het exclusieve GoFest shirt is natuurlijk ontzettend tof. Ja. Oké. Okay. Nou, dat was het uh, uh, voor uh, de, de vragen natuurlijk. En, en vervolgens daarbij ook uh, de, de prijsvraag. Dat geldt dus nog steeds. Tot en met volgende week, uh, dinsdag, middag 12 uur. We gaan volgende week echt niet de podcast eerder opnemen. Uh, kun je jouw uh, mooiste moment uh, ooit in Pokémon Go insturen. We kiezen uiteindelijk gewoon random het mooiste moment. Uh, als in, dat is niet per se het mooiste moment van iedereen. En iedereen heeft zijn eigen mooiste moment. Uh, we behandelen er wel een aantal. Dus uh, hoe heet het? Uh, maar we kiezen een random winnaar. Gewoon ieder, tussen iedereen die gewonnen heeft... gaan we een random uh, winnaar kiezen. Dus iedereen die gewonnen heeft? Uh, iedereen die meedoet, sorry. Ja. Oh, oké. Okay. Dus zelfs al als je het mooiste moment... ik heb een, een Gasly gevangen... dan ga nee, je daarmee winnen? Het, het moet natuurlijk wel relevant zijn. Dus het moet okay. wel... Uh, maar het hoeft niet... Uh, als je ooit uh, een 100% gasly hebt gevangen... je hebt daar gewoon een verhaal bij. Ja, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Dus oftewel, het is niet helemaal random. We kijken wel naar mooie momenten en daartussen, ja, ja oké, okay, dat is ja. top. Het ja, dus is dus dat niet is zo dat je, als je inderdaad, dat je gewoon automatisch meedoet door te zeggen ik heb een Pokémon gevangen, dat nee, is mijn nee. mooiste moment. Da dan inderdaad niet, maar het is om te voorkomen dat mensen misschien uh, vooral gaan verzinnen wat het mooiste moment is, want ja, dat is precies, het niet per se ja. nodig. We willen juist echt die verhalen. Ja, ja als het maar inderdaad een... een ja. Een beetje een interessant verhaal is. Dus niet, ja. niet dingen als. Ja, ik, heb, nu, ik heb nu vijf Pokeballs. Nee, oh. precies. Maar wel als je uh, een, 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 een Shiny hebt gevangen met je allerlaatste Pokeball, terwijl je er net uh, een uur voor hebt gereden, weet ik veel, verzin niets. Nou, dan, ja, dan krijg je wel een mooie verhalen. Sociale dingen natuurlijk ook gewoon. Zeker. Uh, ja. ja, absoluut. Dan. Uh, geen algemeen Pokémon nieuws volgens mij. Ja, er was. Uh, ik had een mailtje gehad van een nieuwe. Uh, kaartuitbreiding trouwens. Ja, de Frozen. Uh, chilling okay. Rain. Mm -mm 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 -mm. TGCG-uitbreiding. Evolving Skies. Oh, Oké. Okay. Chilling Rain is alweer oud nieuws. Die volgende <laughs> Sky is met evoluties van Eevee en Pokémon van het type Dragon. Ja, Dragon-types komen terug, inderdaad. Ja. Dat is wel een dingetje. Want uh, die hadden ze er weer uitgehaald, net okay. als Fairy. En uh, nu komen er blijkbaar Dragon-types weer terug. Dus dat ja. is wel, uh, wel interessant. Er is nooit basis Dragon Energy geweest, hoor, overigens. Maar okay. wel uh, Special Dragon Energy. En die ja. komt dan waarschijnlijk ook wel weer terug. Maar misschien ook niet. Ja. Nou, dat is, dat is het enige algemene Pokémon nieuws, volgens mij. Dus dan kunnen we door naar uh, PvP. Um, dan zal ik aftrappen bij ja, PvP. Ja, je had een teaser. Nou ja, ik studie al van de week inderdaad dat ik geen gevechten meer kon doen. En dat was niet de enige keer afgelopen week. Dat is zelfs drie ja. keer voorgekomen. Eet je mina. En ik ben rang 18 sinds vanochtend. Nice. Dus, uh, je ja. er bijna. Ik ben er bijna, inderdaad. En uh, ik heb op... Uh, Twee Setjes na heb ik alles in de uh, Great League gedaan en dat ging vooral goed toen ik van team wisselde. Ah. Ik ben ik heb mijn team volledig omgegooid. Ah, oké, okay. cool. Dus, uh, ik ben gegaan naar uh, Brinde met Swampert uh, en dan als tweede, en derde maakt natuurlijk iets veel uit. Maar Clefable was mijn tweede Pokémon en Altaria, mijn derde. Hm. En uh, dat, uh, dat was een uh, dat dat bleek een heel goed team te zijn. Uh, ik vond regelmatig met uh, met 4-1, uh, of soms met 3-2, Eén uh, of twee keer ook met 5-0 geloof ik wel. Ik verloor ook wel eens hoor, maar dat gebeurde veel minder dat ik het merendeel verloor, zeg maar. Dus, uh, nice. vooral, vooral gisteravond merkte ik dat veel mensen nog even snel kritiek -like erdoor wilden drukken en dan kon je er net iets betere spelers nog tegen, denk ik. Hmm. Maar dat was, uh, ja, dat ging eigenlijk wel goed. En ik, ik, ik begon ook ja, meer dan ooit nog tactiek te ontwikkelen dat ik uh, zelfs op een gegeven moment dacht: van uh, oké, okay, dan ga ik nu uh, wisselen naar iets. Uh, want dan, dan begon ik bijvoorbeeld met, uh, uh, met Swampert en dan kwamen zij met een Venusaur. En dan uh, kun je het beste, uh, uit mijn hoofd, uh, daar volgens mij de uh, Clefébel tegenover zetten. Zeg ik dat goed? Nee, Altaria tegenover zetten. Ja, precies. Ja. Dus dan gooi ik die Clefable erin, zodat ze dachten dat ik geen beter alternatief had. Hmm. En dan gingen zij een beetje gekke dingen doen, waardoor ik uiteindelijk toch voorkwam dat Swampert uh, tegenover die uh, Venusaur weer kwam te staan. Ja. En ik dus kon winnen. Weet je, ja, want dat, dat is wel bizar inderdaad, want Clefable, uh, of uh, Venusaur is ook een counter tegen Clefable, dus jij hebt eigenlijk best wel een weakness tegen Venusaur in jouw team. Ja. Altaria is natuurlijk een goede counter tegen Venusaur, uh, uh, maar um, ja... Uh, Swampert is dat totaal niet en Clave nee. is ook niet zo goed tegen Venus nee, hoor. wel wat met zo'n gelukkig, maar de standaard wel zorgen dat men uh, Swampert dan in ieder geval een, uh, een charge attack klaar had staan. Hm. Dus ik deed altijd eerst even doortikken tot een charge attack. Dan switchen, dan switchen naar iets wat niet echt goed was, maar uh, hoe je dit wel wat langer voor hield. Dan ja. dacht hij van nou, ik heb hem en dan kon ik dan toch ineens hem nog afmaken, weet je wel. Dus ja, uiteindelijk was dat. Uh... Uh, it, uh, ja, well, de, ik, het ging echt lekker. Ik vond het ook leuk. Potjes waren, waren leuk. En ook in de Ultra League, Vanochtend heb ik 4-1 gewonnen. Want ik moest nog oh. één win voor uh, rang 18. Dus die heb ik vanochtend nog even gedaan. Ja. Uh, toen won ik 4-1. Gisteravond. Uh, uh, ja ik 3-2, dat is uh, hè, dus dat is dat niet helemaal. Uh... Dus daar kwam ik er eentje tekort, anders was ik gisteravond wel. Oh ja, precies, ja, dat ken ik. <laughs> ja, dus. Uh, maar toch, ja, wat ik zeg, het is wel leuk. En. en uh, ja, ook mijn ultraliek team doet het nog steeds goed. Dat is niet veranderd, hè? Wampord, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, ja. Giratina? Nee, ja, en Cresselia. Nou. oké. Okay. Dus, uh, Alright, ja, nee, it, um, uh, wat ook wel grappig is, is dat je nu de dus Swampert zowel als lead hebt in Ultra als in um, Great. Dat is ook wel heel praktisch, want um, jij kent uiteindelijk Swampert ontzettend goed, als in ja. je weet wat hij kan overleven. Ja, want dat niet. vond ik gisteravond vooral moeilijk om even terug weer de switch te maken naar het andere team, omdat echt weer, van, oh ja, waar was uh, Grazella ook weer goed tegen, mm. waar was Giratina ook weer goed tegen. Dus uh, ja. ik heb ik heb wel uh, andere aanvallen, dus ik heb wel uh, Hydro Pump natuurlijk en Mudshot. Uh, in beide gevallen, geloof ik. Ik mag Denk hopen ik. Hydro Cannon, maar goed. Of Hydro Cannon, sorry, <laughs> dat bedoel ik. En, uh, maar ik heb bij uh, Great League heb ik een Poison Attack en bij uh, Ultra League heb ik Earthquake. Dus, ah uh... oké, okay, ja precies. Nou, het is, er is voor allebei wat te zeggen, want uh, ja, goed, het, uh, poison, die Poison aanval heb je vooral tegen tokenkiss in Ultra League hm. uh, of andere Fairy Types. Ja, was in, uh, uh, in de Great League was hij heel lekker tegen uh, bijvoorbeeld de Zoomrail. De Zoomeril, ja, logisch, inderdaad. Ja. ja, en Earthquake heb je dan nou weer vooral tegen Giratina. Uh, ja. Want als je geen Earthquake hebt in de Ultra League, dan is Giratina echt wel een probleem verzwampert. Uh, ja, oké. Dus, ja, okay. dus ja, dat is nice, ja, leuk. Nog met 20 wins uh, en dan, uh, dan uh, ben ik rang 19 en automatisch naar vijf gevechten. Dus rang 20 in ieder geval. Dus dat zit er dit seizoen uh, wel in. Wat ik dan ga doen, dat moet ik nog even kijken. Het <laughs> seizoen is nog lang, dus uh, wie ja. weet dat ik uh, bijvoorbeeld met de Elements Cup nog wat dingen ga proberen of zo. Ja, uh, precies. Maar Heb je uh, eigenlijk uh, geteld met uh, Azumarill of niet? In ja, het begin had ik dat, maar op een gegeven moment ben ik dat gaan doen. En het hm. hielp me ook toch wel een beetje, omdat je inderdaad wist: van, uh, oh, nu komt er uh, een ijzaanval. of hm. nou, nu kan het een ijzaanval zijn of iets anders. En uh, ik ben ook gaan proberen te tellen bij Umbrian, want die was toch ook wel duidelijk. Oh ja. Ja. En uh, hoe heet daar wist ik alleen de aantallen niet. Dus het was meer uh, dat ik uh, zelfs van: nee, dit waren er te veel. Dus dit is last resort. Ja, precies. Ja, ja last resort heeft één. één um, um, even kijken welke move doet hij. Snarl, snarl meer nodig dan Foul Play. Hm. Maar Umbreon is toch wel een beetje tricky. Want hij heeft vier uh, snarls nodig voor een Foul Play. Maar de tweede keer heeft hij er maar drie nodig. Want hij houdt nog een klein beetje energy over van zijn vorige snelheid. Ah, ja, ja, ja. Dus Umbreon uh, is lastiger dan een Azumarill. Een Azumarill is echt 5, 6, 7. Dat mijn... zijn de moves. Het was vooral als ik er dan klevé wil tegenover zetten. Dan ja. was Last Resort niet lekker. En Fall Play was niet zo'n probleem. Dus dan uh, was het interessant om te weten of ik moest shielden of niet. Dus of hij ja. er dan vier dat of drie deed, ik, ja. dat maakt natuurlijk niet uit. Nee. Nee, klopt. Nou ja, goed. Uh, ik ga ervan uit dat dat hetzelfde is ook. Um, nou ja, misschien ook niet. Ik weet niet hoeveel Energy Last Resort nodig heeft. Maar ik nee. dacht, misschien heeft hij ook inderdaad de eerste keer vijf en de tweede keer vier nodig. Maar ja, meestal ah, do okay. doet Embryon nee. geen Last Resort. Dus ja. Nou ja, ik kreeg best wel veel Last Resort op dit ja, moment. Ja, tegen Clefable natuurlijk wel. Maar ja. tegen andere dingen niet. Nee, precies. Maar dan is. Dan is uh, en, en dat was ook vaak bij geluk hè. Zij. Uh, Wisselden dan door bijvoorbeeld, en dan uh, uh, want heel vaak kreeg ik de eerste dat ze doorwisselden naar uh, Medijam of, of uh, uh, hoe heet het, Umbrien of zo. Ja, dat mm -hmm. was met Clavebo was natuurlijk de uitkomst. En helemaal als, ze, uh, uh, hoe heet dat ding ook weer, die, uh, die punk, ik, ben, ik vergeet die naam iedere keer: het, uh, Scraggy, uh, maar dan de evolutie. Ah, Scrafty. Scrafty, ja, die, die, nou ja, als ik dan mijn club neerzet, dan kun je gewoon <laughs> ja, gaan zwaaien. Ja, maar dat is smelten inderdaad. Ja, ja precies. Ja, dat, dat is altijd heerlijk. Dat is gewoon, ja. uh, ik, ik noem dat zelf altijd opeten. Dat heb ik zo, uh, met, met Victory Bell ook heel vaak gedaan. Heb ik zwamperts opgegeten? Ja. is gewoon echt een paar keer aanvallen en dan is hij neer. En ja, goed. Uh, hij heeft een vieke, uh, Scrafty heeft een 4Q weakness voor fairy type. Dus inderdaad, met charm uh, ja, eet je dat ding gewoon op. Ja. Dus, uh, dus ik, was, uh, ik was blij met mijn wissel, want dat gaf me en veel meer winst en dus ook meer energie om te spelen. En zoals je hoort ben ik nog enthousiast. Dus, uh, <laughs> ja, cool. Ja. Nou, nice. Ik hoop dat het uh, bij de andere Cups ook zo gaat. En, uh, en dat je natuurlijk uh, eigenlijk stiekem toch wel weer even verder gaat spelen. Ja, we gaan het zien. Eerst maar eens uh, <laughs> rang 20 worden. En Precies, dan, uh, nou dat vond je sowieso. Gaan. Ja, dat zou geen <laughs> moeite moeten zijn, nee. Ja, nou, oké. Okay. Nou, bij mij uh, ging het dus heel goed. Uh, ja. ik was, blijkbaar zat ik bij de top. Um, ik had geen idee, maar blijkbaar was dat het geval. Um, uiteindelijk heb ik uh, een paar dagen gehad dat het echt zo baggerslecht ging, dat ik zelfs 0-5 ging een aantal keer. Uh, en ik had gewoon hetzelfde team. Ik heb niks gewijzigd. Alleen mijn likkie -tang is sterker geworden, maar <laughs> dat uh, was blijkbaar nog steeds... Uh... Niet, uh, niet boeiend. Um, hij is sterker geworden omdat hij nog steeds niet uh, de volledige CP is. Hij is inmiddels 1474 CP. Ik krijg de XL Candy alleen maar door te lopen. Dus ik maak hem elke dag excited. En na anderhalve kilometer heb ik dan een kans op een XL Candy. Gelukkig wel grote kans, maar toch. Um, dus ja, uh, ik, ik moet hem nog twee keer um, uh, poweren. Dus uh, nog twee keer 20 Candy. Um, en ik heb nu inmiddels... Volgens mij, maar iets van 7 of zo. Oh, 11 toch alweer. Nou ja, is toch wel mooi. Uh, dus ja, nog uh, 29 kennen te gaan. En dan is hij eindelijk max. <laughs> Na zo'n lange tijd. Um, dus ja, op een gegeven moment ging het niet zo goed meer. Uh, gisteren ging het dan wel weer gelukkig een stukje beter. Uh, ik, heb nu, ik, ik zit nu op de 2279. Uh, hoe dan ook, zit ik nog steeds best wel hoog. Dus dat is wel heel tof. Uh, ik. Uh, ja, ik heb er wel momenteel in ieder geval wel vertrouwen in dat ik het ga redden. Um, vooral ook gewoon omdat dit Great League team ja, duidelijk behoorlijk sterk is. En uh, het is ook heel logisch dat als ik dus inderdaad zo hoog zat, dat ik dan opeens wel een stuk meer verlies. Um, en dat was dus ook het geval. Maar ja, goed. Het is, uh, en heb het, je dan? Gisteren alles nog Great League gedaan of ook een stukje Ultra League? Ik heb gisteren alles Great League gedaan. Uh, ik uh, heb expres echt mijn best gedaan om dat nog even voor tien uh, allemaal te fixen. Uh, want ja, dit Great League team is gewoon, uh, gewoon ontzettend goed. En ik heb uh, de, de laatste dagen heb ik mijn tactiek een beetje veranderd. Ik merkte namelijk dat constant verloor van uh, Stanfisk leads. Um, uh, het team is oorspronkelijk van, van de YouTuber Wallower. En ik, ik nam dus zijn aan tactiek aan met... Uh, als er een Stone Fizzleet is, dan switch je meteen naar Jellicent. Um, dat heb ik... De, uh, gisteren heb ik dat helemaal niet meer gedaan. Toen heb ik gewoon zoiets gehad van... nee, ik ga gewoon aanvallen met Likitang. En dat ging een stuk beter. Want elke keer als ik switche naar Jellicent... dan krijg ik een Venusaur of een Meganium voor me kiezen. En uh, dan was het klaar. Dus ja. uh, nee. Met Jellicent uh, was voor mij ook partners. minder irritant... met het team wat ik nu had. Dus, ah. uh... Ja, want even kijken... Uh, ja, Claveble kan er redelijk tegen. Ja, die pakte ik inderdaad meestal. Uh, Swampert eigenlijk ook. Uh, helemaal Swampert... Oh uh, no, nee, niet zwampert. Nee, zwampert niet. Echt ja. Het stomme is. Swampert met Hydro-Kennen is natuurlijk not very effective. Maar toch doet hij behoorlijk wat damage nog. Ja, maar is tegen bijna alle Pokémon. Hè? Ja, zijn... <laughs> Swampert is gewoon heel goed. <laughs> yeah. uh, ja, alleen Altaria is wat minder. Uh, als Jellicent uh, Ice Beam heeft. Ja, ja precies. Ja, nou. oké. Okay. Nou cool. Ik ben cool. benieuwd weer uh, naar de volgende, um, volgende week. Ja, en ik was dus heel blij ultra dat league. ik gisteravond weliswaar maar twee, maar vanochtend toch vier keer won ook. Dat, uh, maar misschien komt dat ik al wat hoger zit aan het begin. Dat ik nu de mensen die vooral goed zijn in de Ultra ook nog niet tegenkom. Maar juist meer de mensen die wat meer moeite hebben gestopt in de Greet League. Dus uh, ja, ik denk uiteindelijk dat de echte daart zijn net zoals jij, al lang uh, bezig met het rankingstuk, daar ben ik natuurlijk nog niet gelukkig. Uh, hoe heet het? Uh, maar dit is, uh, dit is wel leuk. Ja, gaat goed. Ja, kan nou, je... wat me wel verbaasde was dat een, een redelijk bekende YouTuber, Zionic, uh, die zat nog steeds gewoon wel in de, in de genummerde rankings. Oké. Okay. Ook, ook die zat van: oké, okay, ja, nou ja, die, die kan het makkelijk hoor, maar die, uh, die heeft uh, gewoon voor gekozen om wat minder te spelen, blijkbaar. Ja, en die heeft dan misschien de Go Battle Night niet gespeeld, want daar heb je natuurlijk uh, ja, uh, heel snel kunnen rekenen. Ja. Als, als ik dat wel had gedaan toen uh, alles had gespeeld... dan was ik ook natuurlijk al lang uh, in de rankingfase geweest. Dus. Ja, precies. Ja. Wat, wat overigens wel een dingetje is... Um, laatste dingetje wat ik erover wil zeggen... Uh, is de lag. De lag is echt extreem bij mij. Oh ja, ik, ik, het, uh, in, het valt uh, wel mee... maar er zijn wedstrijden tussen dat het echt heel extreem is. En uh, gelukkig merk ik wel dat we er aan beide kanten last van hebben... Uh, hmm. Want ik had vanochtend een, een wedstrijd uh, be uh, begon tegen een Grumble. En die viel helemaal niet aan totdat ik ja, twee precies. Charge Attacks op hem deed. Um, en, en andersom merk ik ook wel eens dat hij uh, uh, wel lokaal registreert dat ik getikt heb. Dat dan toch ineens mijn Charge Attack wel op is gelopen. Uh, dat hij hetzelfde heeft. Dus, ja, uh, ja. ja nee, het, is wel, uh, het is wel vrij bizar. Uh, de, ik, uh, ik merk ook dat momenteel de lag gewoon echt bizar is. Um, het, qua moves inderdaad die doorkomen uh, met ja. tegenstander die dan al wel bij een move is terwijl uh, ik dat niet heb kunnen tellen um, ja dus ik heb daar wel behoorlijk wat matches ook van verloren uh, het was zelfs zo erg dat op een gegeven moment dat ik uh, de match inkwam en toen had mijn likietong al half hp want uh, zijn charmer die was uh, ondertussen gewoon al tien seconden aan het aanvallen of zo. Oh, ja. uh, terwijl ik de match inkwam. Dus ja, nee, het, uh, ik heb echt wel een aantal losses gekregen door de lag. Dus ik mag hopen dat ze dat uh, ja, nog gaan fixen dit seizoen. Ik zeg expres dit seizoen. Dan hebben ze nog. Uh, oh, ze uh, hebben nog kijken, even... tweeënhalve maand of ik zo. <laughs> ze dus, hebben pas twee weken in het seizoen. Dus, dus wie, weet, wie weet kunnen ze dat nog fixen? Ja. Als ze niet de stasiair erop zetten. Nee, dat is wel belangrijk, ja. Oké, okay, nou mooi. Dan zijn we, denk ik, aangekomen bij, uh, bij het uh, einde van de podcast. Yes. Ja. ja. Nou, we springen ja. precies op een uur trouwens. Ja, precies. Nou, dat is wat korter dan normaal. Natuurlijk minder vragen. Uh, dus dat is ook, uh, ook prima. Volgende week hebben we veel verhalen. Dus. Uh, stuur vooral je vragen in. Maar als we echt veel mooie verhalen hebben, dan uh, sch schuiven die misschien tenzij het hele relevante vragen zijn die gelijk moeten. Ja. Wel door naar een weekje later. Dus als er dringende uh, vragen zijn, inderdaad. Dan, uh, ja, want we proberen het op een uur te houden. Dat lukt echt niet altijd. Uh, zeker niet als we enthousiast worden over dingen. Maar uh, hoe je dit af en nee. toe is dat uh, wel goed. Uh, volgende week uh, ben ik trouwens live vanaf locatie, uh, Dennis, want ik ben op vakantie. Uh, dus uh, de microfoon gaat gewoon mee. Uh, maar dan zit ik uh, ergens anders. Dus hopen dat het internet dan ook meewerkt. Uh, ja, dat zou wel praktisch zijn inderdaad. Ja. Dus, uh, ja. Oké, okay, cool. Nou. Um, overigens, uh, ja. we hebben natuurlijk... Want ja, tot nu toe hebben we volgens mij alleen maar lovende uh, kritieken gehad over de intro. De nieuwe intro. Ja. Maar uh, we hebben natuurlijk nog tot, uh, tot aan aflevering 40... Uh, dat, we, dat we nog even onze eigen muziekjes erin gooien. Ja, dus laat daar ook vooral iets voor horen inderdaad. Ja. Dit is aflevering 37. Ja, dus um, ja, laat vooral weten als je de intro van aflevering 35 was het toch? Of? Ja, nee, uh, we 30. hebben het bij aflevering 35 gedaan, ja. Oké, okay, ja, nou, dus daar, daar hoor je de nieuwe intro. Ja. Uh, mocht, je hem, mocht je hem niet hebben gehoord. Uh, laat vooral weten wat je daarvan vindt. Of je het liever uh, of je die elke, elke aflevering wil horen. Of om de 10 uh, afleveringen, of om de 5 afleveringen, of gewoon helemaal niet meer. Dat kan ook. Um, ja, Dat kan ook. Yeah. Ja. Uh, dat, en uh, voor deze aflevering, uh, ja, iets van een muziekje. Ja, ik, ik zat zelf te denken aan iets van een heel slaperig muziekje of zo. Uh, oh, dat is prima, de Pokerflute po 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 of zo. Po po flute. ja, dat wilde <laughs> ik net zeggen. Ja. zal eens kijken of ik daar een uh, leuke remix uh, achter iets van kan vinden. Ja, en die, uh, die rechten, die liggen dan natuurlijk weer. Bijna ja. heel goed uh, of de Pokémon Company, Ik ben het vorige week vergeten. Daarom ja. moeten we eigenlijk ook naar de muziek van Dave. Toen moest ik het erbij zetten. Uh, Dennis die wijst me er nu op. De rechten van de muziek liggen bij de Pokémon Company, inderdaad, heel goed. Uh, en dan uh, gaan we afsluiten. Dankjewel yes. allemaal voor het luisteren. Dennis, dankjewel weer voor de podcast. Uh, toch zo energiek zo vroeg. Dus, uh, ja, ik ja, ik ben wel ik... ietsje zwakkerder geworden. Dat is wel ik, wil zeggen, ik weet wat ik op Cups moet doen. Gewoon iedere dag beginnen met een podcast. Dan komt het wel goed met jou. Ja. En dan, ja, precies. Uh... Nou, op Campzone is het wel lastiger hoor. Dan uh, ja, slaap ik zo ook. laat. <laughs> nee, ik ook. Dan ben ik er ook niet voor uh, 9 uur uit. Hmm. Dus, uh, hmm. Oké. Okay, yes, top. bedankt allemaal. Yes. Bye. Tot volgende week. Doei.